Steve Roodakkers heeft zijn team op 2 plaatsen aangepast, maar er zijn wel aanwijzbare redenen voor na de 8-0 nederlaag bij Odin. Robert Stemers, de clubtopscorer, begint op de bank, is een week ziek geweest. En de keeper is weer terug. De tweede doelman, Daan Prins, in plaats van Clay Vos de Mooi. Ook Sami Mucci is naar de bank verhuisd. En Terlede wil dus wat recht zetten met Joey van den Berg. Die vuurt op de vuisten van doelman Nick van der Ploeg. Het begin is dus voor de Sassenheimers. Bij Barendrecht ontbreken de geschorste Jari Dorst. En de geblesseerde Tim Eekman begint op de bank. Dat betekent dat Emilio Samsay en Rami Salem aan de start mogen verschijnen. In de formatie van Jack van den Berg, die vorige week zijn vader verloor en dus de coaching overliet, ziet hier dat zijn ploeg dicht bij de openingstreffer komt via Marouane Bakour. Die gaat het nog een keer proberen, maar dan raakt hij het lichaam van Ben van der Lans en is het gevaar geweken. Barendrecht is bezig aan een ijzersterke serie. Won 5 van de 8 laatste duels en heeft de weg omhoog daarmee weer gevonden. Dat allemaal in het jaar na de degradatie uit de tweede divisie. Salem, voor hem dus weer een basisplaats. Hij gaat over de knie bij Darazi. Maar scheidsrechter Sander Derbito Rock wuift het weg. Geen strafschop. Hier de herhaling. En het lijkt toch een overtreding van de linksback van Terlede. Maar hij komt ermee weg. Barendrecht is iets meer aan de bal dan Terlede. En zoekt naar de ruimte. Vindt hij bij Bakour en die haalt genadeloos uit. Geen kans voor Prins. En het is de jongste speler in het elftal van Barendrecht die de score opent. De 4e seizoenstreffer voor Marouane Bakour betekent dat Barendrecht op slag van rust op voorsprong komt. En hij is er blij mee. Het jonge talent. Man die in het verleden ook shows meedeed met de bekende straatvoetballer Soufiane Touzani. Samsay. Barendrecht begint met een voorsprong aan de tweede helft. En krijgt bovendien een vrije trap op een plek waarbij Terlede moet oppassen. Bovendien heeft de ploeg van deze doelman Prins de laatste weken veel treffers uit standaard situaties te verwerken gekregen. Blijft een bottleneck. Nu de lange met het hoofd en daar is ook de 0-2. Hij is gevaarlijk in de lucht. Steekt zijn tongetje uit en de clubtopscorer van Barendrecht is goed voor zijn 10e goal in de derde divisie dit seizoen. Niemand kan hem afstoppen in de lucht. En Terlede kijkt nu al tegen een 2-0 achterstand aan. Vlak aan het begin van de tweede helft. Petronia, een van de 2 invallers samen met Stemers. Zijn goede actie geeft Robertson de kans om het spel voor te zetten. Opnieuw Jordi Petronia. Goeie voorzet en daar moet Zwetsloot misschien wel meer mee doen. De middenvelder die Terlede gaat verlaten om naar FC Lisse te gaan. En met zijn broer Jaap te gaan voetballen na de zomer. Stemers herstelt dus van een ziekte. Zijn hoekschop wordt overgenomen door Barendrecht. Dat er vandoor kan gaan en veel ruimte heeft. Goeie paas op maat voor Samsay. Die heeft alle ruimte. Vrij spel. Emilio Samsay. En hij beslist de wedstrijd. 0-3. Het is gespeeld. 7 minuten voor tijd. En de man die Tim Eekman vervangt als rechtsback, maar de laatste minuten ook mee naar voren mag, velt het vonnis over Terlede. 0-3 na de 8-0 bij Odin 59. Opnieuw dus een nederlaag voor Terlede. Die is niet meer afwendbaar. En Barendrecht zet de goede reeks voort. Komt nu op 6 overwinningen in 9 wedstrijden. En dat betekent dat de ploeg van dit seizoen afscheid nemende Jack van den Berg wint op bezoek bij Terlede. En scheidsrechter Derbito Rock fluit een minuutje te vroeg af. Maar niemand maalt daarom.